Hallo allemaal. Weekmaker is een examenvraag van alweer 2008, maar ook 10 jaar later nog steeds een goede oefenvraag. Begin met vraag 19. Je moet je uitleggen waarom een weekmaker bij een thermoplas zinvol is en bij een thermoharde niet. En dan moet je de soorten bindingen innoemen. Tegenwoordig zou bij deze vraag zeker het woord microniveau in de vraag voorkomen. Nou, even kijken wat er aan de hand is. In een thermoplas zitten er tussen de ketens van polymeer, tussen de moleculen van de polymeerketens op microniveau, van de Waalsbindingen. Van de Waalsbindingen zijn in het algemeen zwakke bindingen. En daarom kunnen de weekmakermoleculen ook tussen de polymeerketens komen. Die kunnen als het ware de van de Waalsbindingen overwinnen en daar tussen die ketens gaan kruipen. Gevolg is dat de van de Waalsbindingen tussen de ketens zwakker worden. En daarom wordt het polymeer van de thermoplas flexibeler. Vergelijken we dat met een thermoharder, dan zitten de dwarsverbindingen tussen de ketens. Die dwarsverbindingen, daar zitten atoombindingen in. En atoombindingen zijn sterk. Dat betekent dat de weekmakermoleculen die het niet kapot kunnen maken, en die kunnen ook niet meer tussen die polymeerketens komen. Die dwarsverbindingen zitten als het ware in de weg. Daarom is het gebruik van een weekmaker niet zinvol bij een thermoharder. Nou, je ziet, het is een lang verhaal geworden, allerlei kleurtjes door elkaar. Maar het is wel 3 punten waard, dus zorg dat je het goed uitlegt, omdat je in ieder geval die van de Waalsbinding en die atoombinding ook echt je antwoord noemt. Want dat staat in de vraag dat je die echt in je uitleg moet betrekken. Gaan we naar de volgende vraag, 20, een reactievergelijking van het ontstaan van een weekmaker. En dat gaat door isosorbide, de stof hier, te laten reageren met 2-ethylhexaanzuur. En dan ontstaat er een diester. Nou, teken we even. Hier, dat isobide nog een keer. Dit is 2-ethylhexaanzuur. De langste keten zal eigenlijk 7 zijn. Het zuur moet een hoofdketen, dus vandaar dat het toch 2-ethylhexaanzuur heet. En dan kun je hier dus water gaan laten afsplitsen om een esterbinding te vormen. Nou, het moet een diester worden. Dus deze alcoholgroep gaat met een ander 2-ethylhexaanzuur molecuul hetzelfde doen. En dan komt er uiteindelijk dit uit. Dus 2-ethylhexaanzuren. We krijgen hier een esterbinding en daar een esterbinding. En bij de vorm van beide esterbindingen komt er water vrij. Dus ook nog 2H2O aan de rechterkant van de pijl. Nou, 5 punten denk ik makkelijk verdiend als je het vergelijkt. Gaan we naar vraag 21. Dan moet je raden wat stof X en stof Y zijn. Nou, bij omzetting 1 is behalve zetmeel nog een stof X nodig, staat daar. Nou, dit is omzetting 1. Dat is zetmeel dat wordt omgezet in glucose. Nou, dat is de hydrolyse van glucose. En, de hydrolyse van zetmeel, waarbij glucose ontstaat. Nou, voor een hydrolyse is altijd water nodig. Dus stof X is water. Kun je ook kijken, hier aan deze O moet nog een H'tje zitten en hier moet nog een OH zitten. Dus deze H en die OH, dat is dat water wat nodig is om zetmeel in glucose om te zetten. Gaan we naar omzetting 2. Wat gebeurt er daar? Daar wordt er een binding in die ring van glucose verbroken, waar het pijltje bij staat. Deze binding wordt verbroken. Nou, aan deze kant moet er dan een haartje bij komen en aan dit C-atoom moet er ook een haartje bij komen. Dus aan beide kanten is er een H-atoom nodig. En dat betekent dat stof I moet bestaan uit 2 H-atomen. Dus stof I is waterstof, H2. Gaan we naar 22. Hier moeten we de uitleg op de hoek tussen de vlakken van die 5 ringen. Hier betekent geen 180 radius. Nou, daar kun je de PSEPR-theorie voor gebruiken. De omringingsgetallen. Die 2 C-atomen daar en daar, die hebben 4 enkele bindingen om zich heen. Er zijn 3 getekend, maar er zit ook nog een waterstof om vast. Als je 4 enkele bindingen hebt, dan hebben we een omringingsgetal van 4. De tetraedrale structuur, hoeken van ongeveer 190 graden. In ieder geval niet van 180 graden. Dat betekent dat de hoek tussen die beide vlakken ook geen 180 graden kan zijn. Vraag 23. Daar moet je even een hoop informatie bij combineren om uiteindelijk de structuurformule van 2,5-sorbitan te geven. Nou, dan staat erbij dat we de voetnoot onderaan pagina 12 moeten gebruiken. Nou, die voetnoot heb ik hier even bijgezet. Dat betekent dat 2 OH-groepen samen water vormen en een cyclische ether wordt gevormd. Nou, waar staan die cijfers nou op? Die 2 en die 5.
Nee, dat staat hierboven. De getallen in de voorvoegsels van de namen geven de nummers aan van de C-atomen van een sorbitolmolecuul waarvan de OH-groepen met elkaar hebben gereageerd. Goed, plakken we dat plaatje nog even erbij van het sorbitol. Nou, hier zie je 1,4 en 3,6. Net een beeld sorbitalen. Nou, dan gaan we kijken hoe het bij 2 en 5 gaat. Dit is het tweede en dit is het vijfde C-atoom. Dus hier zit de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde. Dus die twee, de OH-groep daar en de OH-groep daar, die vormen dan samen water. En tussen die twee C-atomen komt een ooitje in de cyclus eten. En het antwoord staat dan hier. Hoe kom je dan verder op? Dus deze OH-groep en die OH-groep die verdwijnen. Dat wordt dit ootje hier. En dan zie je hier aan deze kant nog een CH2OH-groep. Dus hier zit een CH2NOH. En die kant weer, die komen hier te zitten. En dan zitten we hier in het midden nog daar en daar twee C-atomen met een OH-groep. En dat zijn dit en dit C-atoom. Zo kom je op dit antwoord. Nou, natuurlijk ook op zoiets als dit lijken. Dan net wat andere C's aan elkaar zijn gegaan op deze manier. Komen we bij vraag 24. Dat gaat over selectiviteit en reactiesnelheid. En je moet het reactieschema gebruiken. Dat is eigenlijk wat er in vraag 24 staat. Nou, als één reactie heel veel sneller gaat dan een ander, en dan bereik je een goede selectiviteit, omdat die reactie dan veel beter gaat en veel langzamer is. Dat is een beetje achter deze vraag. Nou, hier staat het tekstje waar we informatie uit nodig hebben. En hier staat het schema waar het over gaat. Nou, wat staat er nou in? De omzetting van sorbitol verloopt zeer snel. Dus deze reactie hier bij dit pijltje gaat ontzettend snel. Ook de omzetting naar het isosorbide is ook snel. En dus schrijf het ook even om. Uiteindelijk gaat de reactie dat er heel snel isosorbide ontstaat. Dus dit stukje. En dan staat dat de verestering veel trager is. Ook dat even opschrijven. Nou, wat kun je dan concluderen? Dat die sorbitalen eigenlijk zo snel worden omgezet in isosorbiden, dat ze niet de kans krijgen om te veresteren. Dus het gaat eigenlijk zo snel naar dat isosorbide toe. En deze reactie hier, dat deze reactie daar. Dus de esters die daarbij gevormd worden, om niet de kans krijgen om gevormd te worden. Dus de esters van die sorbitalen. Nou, een beetje puzzelen met het reactieschema, dan kom je hier wel uit. Kunnen we naar de laatste vraag. Ik heb hier even de conclusie opgeschreven, voor alle duidelijkheid, dat een goede selectiviteit op die manier bereikt wordt. Dan nu echt naar de laatste vraag. Hier staat, als je weinig alkaanzuur gebruikt, dan wordt de selectiviteit nog hoger. Nou, dat betekent weinig alkaanzuur de concentratie van alkaanzuuropladings. En een lage concentratie wordt ook bij een lage reactiesnelheid. En een reactie dus tussen de alkaanzuur en het sorbitaal in estervorm gaat nog langzamer. En dat betekent dat die omzetting uit isosorbide-naamverhouding nog weer sneller gaat. En dat betekent weer dat de selectiviteit wordt verhoogd. Dus het gaat om dat die isosorbiden nog sneller gevormd worden dan die veresteringsreactie met die sorbitalen. Dus er zullen nog minder van die sorbitalen esters gevormd kunnen worden, want er zal isosorbide geworden. En dat zorgt voor een hogere selectiviteit. En dan zijn we weer klaar met deze opgave.